We gaan naar de quiz. Dag Nienke. Hoi. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ja? Tijd gaat lopen na het stellen van mijn eerste vraag. Oké. Succes. Met welke cijfers won Ajax in Madrid van Real Madrid in de Champions League van 1995-96? 2-0. Ja. Welke oud-Ajaxiet won in 1981 de UEFA Cup met Ipswich Town? Pas. Ja. Naar Arnold Muren was dat. Naar welke club vertrok Clarence Seedorf nadat hij met Ajax de Champions League had gewonnen? Sampdoria. Ja, goed. Wie was de laatste buitenlandse keeper van Ajax? Pas. Bogdan Lobont. Wie was de tegenstander tijdens de kampioenswedstrijd van Ajax in 2004? NAC. Ja, goed. Marco van Basten stapte op als trainer van Ajax na een 4-0 nederlaag. Tegen welke club was dat? Sparta. Ja, goed. Onder welke trainer won Ajax de Europa Cup 1 in 72 en 73? Kovac. Is ook goed. Wat was de uitslag van Ajax-PSV tijdens de afgelopen twee seizoenen? Ajax-PSV. Nee, 4-1. Wie maakte het winnende doelpunt in de verlenging van de bekerfinale tegen FC Utrecht in 2002? Wamberto. Ibrahimovic. Welke speler won met Ajax zowel de Europa Cup 1, Europa Cup 2 als de UEFA Cup? Danny Blind? Ja, is goed. Welke Braziliaan viel ooit in tijdens Ajax-PSV in 96 en kreeg na 19 seconden rood? Santos. Ja. Nou, dat was de toeter. Jeetje, wat goed. Dat ging veel mee, ja. Jawel hoor, Nienke. We gaan even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goeie. Er staat op een prachtige tweede plaats. Goed gespeeld. Dankjewel. Dankjewel.